gaan mama en papa scheiden. Wat was het jij in je kop? Ik heb trouwens het vriendschapsverzoek van mijn vader geaccepteerd. Wat blieft. Mama, je hebt toch gezegd om... Ja, maar mama, mijn vader is ook een deel van mijn leven, hè. Zeg, wat was je grote plan eigenlijk? Oh, ik dacht dus om een rapsong te maken. Wanneer het GA1000 bekend is, dan laat ik zo racisme overkomen in een liedje. Zeg, Jamil, heb je de sms gelezen? Ja, over de optreden, hè? Ja. Zeg, man. Ben je helemaal zot geworden? Allee, je werd keislecht behandeld, je werd gewoon tegengehouden aan de deur. Dat is niet oké, hè? Gewoon als een vuil terrorist of zo. Oh, 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 woordkeuze, meisje. Voor de duidelijkheid, het gaat niet over dat optreden. Ja, als die mij een miljoen betalen, ga ik niet meer in dat zaaltje binnen. Welke zaal dan wel? Sportpaleis? De AB? Nee, de grote markt van Brussel. En wij daar niet op gekomen zijn, hè? Zo, die bussen met Japanners daar. U weet, is er zo een van die ninjas die mij meeneemt naar Tokio. GA1000 goes Tokio. Oh, ik kom, zeg het nu. Jawel, ja. Dus wacht, ik zal de sms voorlezen anders. Beste GA1000. De producers van M&M nodigen je uit voor de ochtendshow. Tot dan. Gast, ik wil mee. Ja, ik kan anders ook wel. Ja, maar ik ga mee moeten, want ik ben de manager. Oh. Over manager gesproken. Hopelijk is deze beter geregeld dan de vorig met die... Hoe noemt hij je? Jeremy of zo, ja, ik weet het. Kom, ja, laat ons dat hoofdstuk niet afsluiten. Deal? Ja, deal. Maar ik ga door moeten. Ik moet nog naar de psycholoog met mama. Ah. Dus. Salukjes. Tada. Doe haar de groetjes. Ja, ja. Salut. Ik kan natuurlijk niet voor Robin spreken, maar ik heb wel het gevoel dat hij zich beter voelt en dat hij zo beter in zijn vel zit. Hè? Ja, dat klopt wel. Maar ja, te veel kun je moeilijk zitten, mama. Oh, ja. Ja, humor is een fantastisch iets. Hè. Ik vind dat altijd wel tof om dat te zien, als dat er zo tussen mensen is. Nu, ja, ik zelf ondervind ook wel dat er een positieve evolutie is. Mm-hmm. En hij is ondertussen zelfs al manager geworden. Hè? Ja, mama, dat moet je ja. Niet vertellen. Jawel. Amai, Robin. Oh, je maakt me nieuwsgierig. Ja, ik ben de manager geworden van Jamil. Ja, dat is echt een goede vriend van hem. Daar heb je veel aan, hè. Ja, aan al mijn vrienden, hè. Ja, zonder vrienden. Ja, vrienden zijn belangrijk, hè. En hoe gaat het op school? Nou, goed wel, eigenlijk. Wat voor mij echt belangrijk is geworden, is dat... Wat dat mensen zeggen over mijn vak dat ik doe, kan mij niet meer echt schelen. Ik weet dat ik er iets mee kan doen, dat wel zal lukken. Ja, en zijn papa... Ja, nee, laat maar. Nee. Ik denk dat het belangrijk is dat je daar iets over zegt. Allee, ik denk dat Robin daar echt wel nood en behoefte aan heeft om daar iets over te horen. Ja, zijn papa dat was ook een vakman. Hè? Nee. Echt een hele goeie. Hij had heel veel klanten, ook had echt goed te doen. Ja. Wat ik me afvraag is wat voor een dat dan eigenlijk was voor een vakman. Nee. Zelfs dat vertelt je me eigenlijk niet. Nee. Ja, Robin, ik heb u gezegd dat uw mama daar waarschijnlijk wel haar reden voor heeft, hè, om sommige dingen niet te vertellen. Hè. Ja, weet je, het was gewoon een goede vakman. En hij werkte heel hard, en, maar ineens was hij weg. En al ons geld was dan ook weg. En meer kan ik daar echt niet over zeggen, sorry. Maar je moet u ook niet excuseren, hè. Allee, maar... Ja, voor Robin zal het altijd wel zijn papa blijven. Hè? En misschien vanuit dat opzicht dat het misschien toch wel lukt om in de toekomst af en toe wel eens over hem te vertellen. Hè? Ja, misschien wel. Mm-hmm. Het zal mijn best doen. Ja. Ik weet niet of dat zo'n goed idee is eigenlijk. Ja, nogthans vind je vader dat ook een goed idee. Ook? Dus het is uw idee?
Laat ons zeggen dat we samen het idee hadden. Ik weet niet. Ik vind het een beetje te vroeg. Ik weet niet of Emma dat leuk gaat vinden. Wat? Vind je Emma een leuk meisje? Zeg, snotneus. Ga eens naar boven. Kom. Ja, maar ik zal het eens vragen. Wat vragen? Wat gaat er gebeuren? Ah, wel, Emma komt bij ons thuis eten. Of toch misschien? Zou je het leuk vinden? Met mij? Tuurlijk, met jullie erbij. Maar geen couscous, hè? Tuurlijk couscous. Ik kan dat juist zo lekker maken. Dat is waar. We kijken het anders. We spreken het met haar. En zien maar of dat ze zich er oké bij voelt. Oké. Zeg, ik ben echt trots op u. Je hebt dat echt goed gedaan. Bij de psycholoog. Snap ze? Zeg, wou je me nu eigenlijk nog iets zeggen over Bart of zo? Ah, goh, Robin, ik vond het juiste moment niet om er iets over te zeggen. En daarbij, ik ben er zelf ook nog niet uit. Waaruit dan? Oh, Sarah. Hey, oh, ik ben Bernadette. Zo blij van u te zien. Alles goed? Ja. Ja? Ja, zeg, sorry dat ik niet vroeger ben langsgekomen, nee, dat hoor. Is niet. Hoe is het met Antoinette? Oh, maar met mij gaat alles prima, hoor. Hey, dag Antoinette. Hé, hey, stot, jongen, dat is al een maand geleden dat jij nog bent geweest, hè? Ik ben toch gisteren nog langs geweest. Antoinette is soms een beetje last met de tijd. Ja, omdat jij de wijzers van de klok altijd verzet. Ze denkt dat ik dat niet zie, hè. Maar natuurlijk, dat ik zie dat wel en daardoor mis ik heel veel dingen. En dat is niet schoon van mijn zus, hè, madame Cerneels. Ja? Oh, zeg, madame Cerneels, maar jij hebt wel een schone frak, hè. Ja. Bij de Cerneels waren ze altijd chic gekleed, hè, Bernadette. Ja, en welstellende mensen, hè. Eigenlijk, hè, had ik met je broer Antoine moeten trouwen. Ja. Kom, madame Cerneels. Ik ga je een keer tonen welke kleur het best past bij uw jas. Ja. Kom. Ja, ik kom. Ja. Laat maar. Ja. Ga ja. Maar naar huis. Maar ik zie jullie misschien morgen een keer. Ah, wel, ja. Ja, morgen komen we even langs. Ah, ja. Is goed. Als er iets is, weet ons te vinden, hè. Zal ik u zijn. Ça va, tada. Dag. Hello there. The angel from my nightmare. The shadow in the background of the morgue. The unsuspecting victim. Ik ben zo blij. Niet normaal. Zeg maar. Laat nu een keer zien. Toujours mon bijou, toi. Dat betekent dus wel dat ik altijd niet zijn juweel ben geweest. Hè? Kan ook Frans. Ja. Weet je, eigenlijk is mijn Frans of niet eens zo goed. Mijn Rasha is dat Engels soms al wel zoeken, maar Frans kan ik helemaal niet. Ik ben wel benieuwd in welk Afrikaans land het hem woont. Ja. Hij zegt er niet echt iets over, hè. Hij zegt wel nog... J'espère vraiment de devoir. Maar ja, hij zegt nu wel niet echt van waar in Afrika dat hem is. Als hem al in Afrika is. Ah ja, eigenlijk. Ik ben wel wat benieuwd wat je mama's daarvan gaan vinden. Ja, ik denk niet dat ik dat mama ga zeggen, hoor. Allee, ik zal het niet wel zeggen, hè, maar pak dat ik hem eerst zie en dan zal ik mama vertellen. Dat zou ik echt niet doen, Lore. Allee, ik bedoel, je werd zelf kei gekwetst toen je mama dat ding van die kaart voor je achterhield. En nu ga je het zelf doen. Dat gaat echt pijn doen, volgens mij. Als goede vriendin zeg ik, don't do that. Oké, je hebt misschien wel gelijk. En ik had trouwens ook beloofd dat ik niet ging liegen. Voilà. Ja. Dan zal ik maar naar huis gaan, zeker. Ik kan het er niet eens zeggen. Ja. Kom hier. Dag. Kijk eens aan. Jij gaat weg. Kom aan. Zal ik eens. Hey. Hey. Bent jij hier helemaal alleen? Is dit een grap? Zie je ergens nog iemand anders? Echt de opening zitten. Ja. Nee, maar het is goed dat we even alleen zijn. Oei, zo geheimzinnig. Ja, en... Je weet dat ik niet van raadsels hou. Oh ja. Mijn ouders. Oeh, vinden ze het niet leuk dat wij samen zijn? Tuurlijk wel. Nee, je weet wel dat mijn moeder dat zo kei tof vindt dat wij zo samen zijn en zo. Ah, echt? Ja. En nu vroeg zij zich af of jij eventueel wou komen eten. Nu al?
Allee, ik bedoel, dat is toch kei vroeg? Allee, ik weet niet wat ik moet aandoen. Ik weet niet wat ik met mijn haar moet doen. Hey, ik... hey, het is gewoon maar couscous bij Jamil. Hè. Het is geen, geen gala-diner of zo. Hè. Wees gewoon Emma, weet je nog? Nee, dat wordt leuk. Okay. Iets aan het vieren? Oh nee, niets aan het vieren. Mogen we niet gewoon blij zijn en een glaasje drinken? Nog een flesje? Oh, schat, drinken we eigenlijk niet wat veel de laatste tijd? Ik ben nu al tipsy, echt. Echt waar. Dus schat, hoe was jouw dag eigenlijk? Goed. En, nieuws? Ja, eigenlijk wel. Oeh, heb je lief? Ja, nee. Ik ga wel iemand zien, denk ik. Oeh, is het de knappe? Kennen we? Patje, please. Als het is wat ik denk dat het is, dan zou ik eigenlijk liever eventjes alleen zijn met Laura. Oké, geen probleem. Kusje? Ik hoor het wel, hè, dan? Natuurlijk. Is het zover? Wat wil je nu dat ik zeg? Wat je denkt. Schat, kom eens hier. Ik heb er de laatste dagen echt vaak aan gedacht. Vooral aan wat je zei. Dat het ook jouw leven was. Dat zeg je dat ik mijn vader mag zien. Ik wil je zeker niks in de weg leggen. Maar ik stel wel voor dat we het stap voor stap bekijken. Weet je, het kan nog weken duren voor Alera terug een berichtje stuurt. Hè? Komt morgen naar België. Hij wil me zien. Oh, nee. Dus Emma, welkom in de GA Mansion. Ik kan vrijkomen, maar als ik akkoord ga. Zo, dat snap ik niet. Verdeeldheid is overal om me heen. We wijzen naar een ander als we vluchten voor een probleem. Ik heb eigenlijk heel goed nieuws. Een vrouw van pleegzorg heeft gebeld. En de contactpersoon in Syrië heeft gesproken met jouw papa. Misschien moeten wij er maar eens aan gaan denken om te gaan scheiden, hè? Wat is dat hier allemaal?